Fraukje de Bot, Tycho Gernand en Jeroen Woe zijn een paar van de bekende Nederlanders die hun stem lenen aan de nieuwe bioscoopfilm Ice Age Collision Course. De Nederlandse stemmencast werd vrijdag bekendgemaakt in Amsterdam tijdens een presentatie van regisseur Mike Termeyer. Het is gewoon heel leuk om te doen. En ja, we hebben zelf natuurlijk de clipjes net kunnen zien en het ziet er zo vet en cool uit. Ja, het is ook te gek als je kan zeggen van ik zit in Ice Age. Krijg je en die versterken graag de troepen! Poepen. Oh, het was heel erg tof. Nee, het is heel leuk om te doen. Het is gewoon één groot feest. Het is een ADHD-figuurtje en ik kan helemaal in hem opgaan. Dus dat is gewoon heel erg leuk. Het is heel individueel werk eigenlijk. Ik heb niemand gezien. Vandaag zien we elkaar voor het eerst, als je, zeg ik heel eerlijk. Ja, je staat toch in je eentje om met het scherm naar die film te kijken en mijn poppetje dan die stem te geven. En ik heb wel acteerervaring, maar zo'n geanimeerd figuurtje, die heeft zo'n onwijze mimiek. Dat schiet alle kanten op. Dus dan moet je met je stem allerlei malle buigingen maken om dat een beetje geloofwaardig te krijgen. Een soort van pissebedachtige wezens. Ja. Nou, ik vond ik wel heel ingewikkeld. There's scripts that are written and there's lines that are written, but you want them to have the freedom to create as well. And the best moments are when they are able to ad-lib and create something that's really funnier than what's written on the page. Hey, kom eens hier. Ice Age Collision Course is alweer het vijfde deel van de succesvolle filmreeks. You know, we talk about that all the time. Like, why, you know, or how are these films, you know, so successful? And you know, I think we have great characters. In Ice Age Collision Course komt Scrat in de ruimte terecht. De wereld van Ice Age komt in gevaar doordat hij per ongeluk een cosmetische kettingreactie teweeg brengt. Om zichzelf te redden moeten Sid, Manny, Diego en de rest van de kudde hun huis verlaten en beginnen aan een reis vol humor en avontuur. Wij hebben superkrachten! Hopefully, you know, I think people will really like it and then, you know, we'll start thinking about another one. De eerste Ice Age film zag in 2002 het levenslicht. De nieuwe avonturen van de animatiefiguurtjes zijn vanaf 13 juli in de Nederlandse bioscopen te zien.